En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikking. En vandaag gaan we iets heel leuks maken. Zoals je ziet heb ik al een hele mooie ondergrond klaarstaan. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En je helpt mij groeien. Het kost helemaal niets. Maar ja, een win-win situatie. En dan gaan we gauw aan de slag. Pakket bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En ja, dan kun je daar zelf mee aan de slag gaan. We verzenden door Nederland, België en Duitsland, dus waar je ook woont. Het komt gewoon bij je aan huis. Dus lekker makkelijk in deze tijd. We gaan vandaag een heel mooi vrolijk stuk maken. Ik heb vaak de aanvraag hiervoor gekregen. Goh, Carlijn, kun je nog weer zo'n stuk maken op hoogtes en dan is het gewoon lekker vrolijk. Nou, dat kan. Ik heb weer mooie ondergronden voor jullie gescoord. Dus laten we gauw aan de slag gaan. Allereerst doe ik eventjes een zak in de pot, omdat dit soort potten zijn eigenlijk nooit 100% waterdicht. En om lekken te voorkomen in de pot doe ik er altijd even een zak in, plastic of ja, een vuilniszak is ook prima. In ieder geval dat het water niet doorlekt. Straks gaan we deze zak natuurlijk heel mooi wegwerken, maar dan heb je het in ieder geval veilig. Dan heb ik een blok oase, deze heb ik natuurlijk al nat gemaakt. Belangrijk bij oasis, dus niet onder water duwen, maar gewoon langzaam laten volzuigen. En aan de zijkant zet ik hem nog even extra vast met wat extra oase. Normaal gesproken laat ik de oase iets bovenuit komen, maar in dit stuk doe ik dat niet. Je mag hem dus gelijk afsnijden met de pot, dus die rand mag je aanhouden. Het oase wat je over hebt kun je gewoon aan de zijkant stoppen, zodat het stuk mooi vast zit. En dan kan je daarna het plastic terugduwen, zodat het vanaf de buitenkant niet zichtbaar is, maar dat het wel om je oase blijft zitten. Dan gaan we als eerste een baas maken met groen. Hiervoor gebruik ik asparagus en aspidistra. Hiervoor gebruik ik de strikjes. Mocht je een aparte video van willen zien, ik zal hem eventjes hierboven in het i'tje zetten en hieronder in de beschrijving. Hoe je deze kunt maken, dan kun je het stap voor stap doen. Ik zal het even één keer voordoen. Je scheurt het blad doormidden met je nagel of je vinger. Als je het lastig vindt, kan het ook met een mes. Je slaat één strikje, één lus de ene kant op, de andere kant. En ondertussen draai je hem een keer. En zoals je ziet heb je dan een mooi strikje. Dan pak je een ijzerdraadje. Deze sla je eromheen. En maak hem onderaan vast. En dan heb je leuke strikjes. Dus, maar er is een extra les, aparte les voor. Dus die zal ik eventjes neerzetten. Is niet moeilijk, maar je moet er even handigheid in krijgen. Dit doe ik met 5 strikjes. Dan bevestig ik de strikjes bovenop en dit doe ik op 5 verschillende plekken. De 4 meer aan de zijkant. Ik steek ze wel van boven naar beneden, dus niet per se aan de zijkant zelf, omdat ik het stuk iets hoger ga maken en naar boven ga steken. En eentje in het midden. En zoals je ziet heb je dan een hele mooie basis, maar geeft wel een luxe effect in je stuk. Dan laat ik aan de zijkanten naar beneden wat asparagus lopen. Ik vind het wel mooi dat het iets over de pot valt, omdat die pot net wat hoger is. Maar ik wil de pot naar beneden niet te veel bedekken, omdat die heel sierlijk is van zichzelf. Het asparagus geeft ook een wat sierlijke effect. Dit doe ik ook op 4 verschillende plekken rondomheen. Dan gaan we hoogte bepalen met de Craspedia. De pot is al best wel hoog voor zichzelf, dus het stuk mag ook best wel iets hoger zijn. En deze steek ik op 5 verschillende plekken in het stuk. Ik werk eigenlijk elke keer een beetje eromheen. Eentje in het midden, 4 eromheen. En dit mag op verschillende hoogtes. Zo krijg je een heel speels effect.
mooie katjes. En hierin doe ik hetzelfde. Alleen dit doe ik op 3 verschillende plekken. Dus die verdeel ik er een beetje tussen. Heb ik een mooie witte aster. En deze heeft, ja, is best wel grof van zichzelf. Dus deze plaats ik in het midden. Deze geeft ook gelijk wat meer volume in je stuk. En dan heb ik prachtige roze rozen. Die zet ik één laag lager dan je Crasperia. En deze verdeel ik ook weer rondom het stuk op 5 verschillende plekken. Deze geven gelijk een mooie kleur in het stuk. De middelste doe ik iets hoger dan de rest. De bloemen allemaal wel goed schuin aan, dat is heel belangrijk voor de houdbaarheid van je stuk. Dan heb ik mooie paarse irissen. Ook deze zet ik erin tussen. Deze zit er nu nog mooie knop, maar straks in deze kan je het wel zien, geeft hij heel mooie kleur in je stuk. Wat ook echt wel een mooi vrolijk stuk. Zit ik er mooi diep in de oase. En geef het allemaal een mooi stukje. Dit doe ik op 3 verschillende plekken. Zo iets korter. Dan heb ik mooie lysianthus in het roze. Ik werk deze dus ook op verschillende hoogtes. Het eerste waar ik eigenlijk gewoon heel erg op let, is dat de bloemen goed tot ze recht komen in het stuk. Dus dat ik echt een goed plekje krijg. Zoals je ziet zit hier de roos. Dan zet ik de bloem niet op dezelfde hoogte, maar zet ik hem er net onder. Zodat het allemaal wel goed zichtbaar is. En zo werk je eigenlijk naar beneden. De lysianthus werk ook kort onder in het stuk. Nou zijn deze bloemen wat verder open, maar zijn ze wat meer in knop, kun je ze ook heel leuk gebruiken. Ze zullen namelijk ook nog verder open gaan. Weer steek er mooi rondomheen. En zoals je ziet wat het stuk nou mooi in komt het stuk nou mooi in verbinding. Eerst werk je vooral vanuit de hoogte en langzaam werk je naar beneden zodat het echt één geheel wordt. Ik werk niet te ver naar buiten, dus ik werk echt een beetje in het midden van de pot. Omdat ik juist wil dat die pot heel mooi zichtbaar blijft, omdat hij natuurlijk van zichzelf al heel erg mooi is. Snijden de bloemen allemaal goed schuin aan. Plaatje al, hè. Dan heb ik prachtige roze gerbera's. Deze zet ik als eerste even op een draadje. Dit doe ik als volgt. Ik heb een ijzerdraadje. Die steek ik iets in het kopje, voorzichtig. En ik draai het ijzerdraadje rond. Aan het eind doe je het ijzerdraadje weer omhoog. Want als je hem gewoon naar beneden laat en je steekt hem in het stuk, dan krijg je zo'n weerstandshaakje. Dat wil je niet en nu gaat hij mooi mee in het stuk. Die snij ik ook schuin aan. En ik prik even voor met een stokje. Dus even met een oud stokje of van een bloem. Zodat er al een gaatje is en je er steel niet kapot drukt. En het mooie is dat als je een draadje hebt, dat je het knopje nog kan buigen. Dus je kan hem bijvoorbeeld naar buiten laten lopen of iets omhoog doen. Ik vind het mooi dat hij iets omhoog staat. En dit doe ik op 3 verschillende plekken in het stuk.
beetje roze. Op beeld komt er iets anders over dan dat hij in het echt is. Maar echt een mooi kleurtje. Ik hem er eventjes voor. Soms moet je even de bladeren iets aan de kant doen. Omdat je met de aspirinsoblad natuurlijk al een hele mooie basis hebt gemaakt. Alleen maar mooi, want dan is er bijna geen oase meer zichtbaar. Kijk, hoe prachtig. En als ik dan naar het stuk kijk, vind ik het wel mooi als er nog iets geel van de Crasperia subtiel terugkomt onderin. Dus ik ga nog even wat Crasperia extra toevoegen onderin, maar ik geef het allemaal wel weer een mooi plekje. Dit doe ik weer op 3 verschillende plekken en die zet ik tussen de gerbera's. Dus waar je net de gerbera's hebt gezet, daar zet je hem bijna aan. Laatst voeg ik de groene duivenschoon toe. Die zet ik nog net even op het plekje waar nog een gaatje zit. Mooi fris groen. Duivenschoon heb je zowel met bloemetjes als in het groen. Beide heel erg mooi. En op zich zouden beide heel goed in dit stuk passen. En de laatste. Om het stuk nog even net helemaal af te maken. En dan hebben we echt een plaatje van een stuk. Ik vind hem echt super mooi. Ik hou sowieso van vrolijke kleuren. Ik ben zelf ook een vrolijk mens, dus dat is wel passend. Dus ja, heel erg passend ook richting het voorjaar. Vind je dit nou leuk en wil je dit pakket bestellen? Dat kan via www.uonlinebemist.nl. Daar vind je onder het cursuspakket en alle pakketten die je kan maken. We verzenden door Nederland, België en Duitsland. En ik zal nog even een linkje hieronder in de beschrijving zetten waar je dit pakket kan vinden. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Heb je leuke ideeën? Laat even een reactie achter wat je graag zou willen leren. Of laat sowieso een leuke reactie achter wat je van deze les vond. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.